Yes, tof dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Bart, Bartbaan. Vandaag sluit ik mijn eigen huis, want we kunnen helaas nog steeds niet naar de Efteling. Maar ik ben niet alleen, want als ik in mijn vingers knip, dan ben ik ineens samen met iemand uit Limburg. Want ik ben hier vandaag met... Cheers, hoi! Hoe is het? Goed hoor! Ja, gaat het goed? Ja, alles gaat goed, ondanks de thuisquarantaine. Ja, hoe is een thuisquarantaine? Ja, een beetje saai, een beetje eten, een beetje schoolwerk doen inderdaad. Niet veel anders om te doen. Een beetje bij Bartbaanvlogs kijken? Een beetje altijd, hè? Dat kan. Hey G, wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan vandaag dilemma's bespreken over pretparken, wat we thuis doen, wat we gewoon eten en zo. We gaan van allemaal verschillende dingen bespreken. En ja, blijf zeker kijken. Dus wat we eigenlijk gaan doen, wij gaan om de beurt een dilemma aan elkaar voordragen. Dan moet je kiezen tussen het een of het ander. Nou, we beginnen daar met pretparken hier. En daarna gaan we nog wat andere dingen doen. Eten, kleren, eigenlijk alles. Alles. Ik heb het wel eens eerder gedaan met Martijn, daar zag je zo uit. Pannenkoeken of poffertjes als je in de Efteling bent? Ik ga zeer zeker voor pannenkoeken, want ik vind poffertjes echt niet lekker. Hoezo niet? Is toch hetzelfde als pannenkoeken? Ah nee, dat is gewoon een hoopje deeg. Ja, dat dus. Dat was super vet. En dan ga ik nu met J.I. doen. Ik vind het best raar, want ik hoor J.I. wel, alleen ik zie J.I. niet. Omdat ja, hij in Limburg zit en ik zit ook thuis. Dus Jair, zullen we beginnen met pretpark dilemma's? We zullen beginnen. Aan jou de eer. Aan mij de eer. Troy of Phoenix? Troy of Phoenix? Oh, we gaan het zo doen. Ja, hè? Ik ben stiekem wel van Troy. Lekker met al die airtime en die scherpe bochtjes. Ja, ja, dat is zeker een goed baantje. Phoenix is heel krachtig eigenlijk of zo. Soms wel iets te krachtig. Denk ik. Ja, ik ben het heel met je eens. Ik ga ook voor Troy, omdat Troy natuurlijk echt een gruwelijke houten achtbaan is. Hij gaat hard, dat is natuurlijk sowieso al fantastisch. Phoenix ben je met je eens, hij is best heftig. Ik heb altijd, als ik bij de Phoenix voorin zit, dat ik een beetje zwart van mijn ogen krijg. Oh, zo, je weet wel, zo, als je uit die Helix komt, dan voor de Zero G-roll heb je echt zo'n... Ja. G-krachten of zo, tot de max. Dat heb ik alleen voorin en niet achterin. Ja, ja, dat snap ik wel. Want als je voorin zit, word je echt in die zero giro geduwd. En precies, dat is echt niet normaal. Maar qua teaming en zo natuurlijk sowieso Phoenix. Maar als we het over de baan op zich hebben, dan ga ik ook voor Troy. Ja, dat klopt. Want Toverland maakt tegenwoordig wel goede teaming, hoor. Als we kijken naar de nieuwe gebieden, dan ziet dat zeker prachtig uit. Ja, precies. Dus we gaan voor Troy, toch? Voor Troy, sowieso. Bart, deze is eigenlijk eentje voor jou. Want jij bent vorige zomer naar een tent geweest. Ja. En ik heb het persoonlijk niet gedaan, dus ik kan er niet over oordelen. En Tarron heb je ook zeker gedaan, toch? Ja, 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 ja. Ja, dat uiteraard. Zijn beide hele sterke banen. En dan vind ik aan jou de vraag, welke staat bij jou bovenaan? Oh, dat is niet zo moeilijk hoor. Dat is Tarron. Ja, sowieso. Maar ben je al in Tarron geweest? Tarron ben ik al geweest. Ja, dat is echt een goed baantje. Vooral die tweede lounge, daar scheur je doorheen. Dat is echt zo'n goede baan. Nee, ik ga ook sowieso over Tarron. Tarron is natuurlijk echt een fantastische achtbaan. Die tweede lancering, die is echt wauw. Ik moet zeggen dat ik Tarron twee keer heb gedaan. Twee keer in de winter en twee keer was hartstikke koud. En ik heb... vorig jaar heb ik het eerst gedaan. In 2018. Ja. Toen zat ik in mijn eerste ritje zat ik op de tweede plaats ongeveer. En toen s'avonds voorin... Oh. Dan in de kou, die tweede lancering, nou, je krijgt gewoon messen in je hoofd gegooid, maar het is echt fantastisch. Ja. Dit jaar ben ik ook was ook hartstikke koud, ook een van de laatste dagen van 2019, eigenlijk is het dan vorig jaar. Ben ik ook in geweest, toen was mijn eerste ritje overdag achterin, of die ene achterste. Dat vond ik ook wel vet op zich. Maar toen ook s'avonds weer voorin, en dat is toch, ja, het heeft iets heel bijzonders, die teaming, die sfeer. Het was al heel lang wachten, dat vind ik altijd wel jammer bij Tarron. Oh ja, dat is wel. Maar Untamed ook is natuurlijk gewoon gruwelijke achtbaan. Maar puur omdat, ja, zoiets kennen we nog niet hier eigenlijk in Europa. Of hier sowieso in Nederland en in Benelux. Dus dat is iets compleets nieuws. Maar dat had ik ook bij Tarron. Het zijn twee compleet andere ervaringen. Maar ik ga voor Tarron, want Tarron heb je wel gedaan, toch? Ja, Tarron heb ik inderdaad wel gedaan, maar het maakt het ook eigenlijk een beetje moeilijk, want het zijn allebei twee hele verschillende achtbanen, zeg maar. Maar heel veel mensen zeggen dat bij beide banen je geen rust hebt, want bij Untamed ga je van inversie naar inversie. Oh, absoluut. En bij absoluut, Tarron absoluut. Is het allemaal bochten, ja, en dan schuil je weer eens. In die lounge, dat is... Ja, helemaal met je eens. Wow. Hey, dan blijf even in Fantasialand. Ja. Tarron of Black Mamba? Zo. Black Mamba is zeker goed. Het heeft ook echt hele goede teaming. Want je gaat inderdaad als een hangende achtbaan door al dat natuur, zeg maar.
En dat vind ik echt heel sick. En Taron, ja, natuurlijk die Klukaim teaming, dat vind ik ook zeker heel vet. Maar ik vind het wel moeilijk. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ik toch voor Taron ga. Want ja, Black Mamba is zeker wel goed. Maar ik weet niet, ik vind het moeilijk. Wat zou jij kiezen? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, Jair, mijn top 2 sowieso. Mijn favoriete achtbanen zijn die twee. En bij mij staat nummer 1 Black Mamba. Ik moet je wel eerlijk zeggen, toen ik voor het eerst keer inging, Jair, toen had ik er niet zo hoge verwachtingen uit. Van, eigenlijk. Want ja, hij ziet er heel klein uit, hè. Omdat hij natuurlijk allemaal door alles weg is gewerkt. En toen gingen we die lift al af. Hij zeg maar, ja, een lift al zo, als je omhoog gaat. En dan ging je van die drop. Ja, zie je, ik wist wat ik mee maakte. Dat ding heeft power, kracht, jongen. Dat is niet normaal. Het klopt die inversies zijn zo ontzettend goed. En je hebt gewoon, en dan vind ik ook de allergaafste van heel die achtbaan. Elk moment dat je van, ook op de liften, ook op de drop, tot aan het einde, je hebt gewoon het idee wanneer je je handen in de lucht steekt of zo, dat je hand eraf ligt. Zo krap is op elkaar gebouwd en dat vind ik echt heel vet. Dus ik ga voor Black Mamba, ja. Ja, ik snap zeker je keuze, maar het is echt super goed. Want ja, kijk, inderdaad, die baan blijft maar knallen en je scheurt er maar doorheen. Maar hij blijft gassen, maar hoe deed dat gewoon ook? Ook als je in de wachtrij staat bij Black Mamba trouwens. Je hebt zo een brugje en dan gaat die inversie zo overheen, weet je wel, zo in die baan. En als je dat het karretje ziet, dat is nou ja, niet normaal. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog nooit de wachtrij van Black Mamba gedaan. Want ik heb altijd zo'n fastlane pas, weet je, zo'n ding? Quick pas. Echt? Ja, dat is altijd wel wat ik bij Fantasialand doe, want wij gaan altijd tussen kerst en oud en nieuw. Oh ja, dat zijn dan meestal zeker altijd de drukste dagen. Ja, en dan kopen we twee van die quickpass, omdat je met je show met je abonnement gratis binnen mag. Mm. Nou, dat kost dan €30 voor twee quickpassen, mag je 8 attracties zonder te wachten doen. En dan kun je dus al die, want ja, als je 8 attracties pakt, dan pak je Winter's Face, Winter's Force, pak je Black Mamba, pak je Colorado Adventure, en dan pak je Mouse Chocolat, dan pak je als je wilt, weet dat ding, die spin. Talokan zou ik dan nog kunnen pakken. Nou, dan kun je, dan heb je nog 2 over in principe. Dan kun je nog een keer Black Mamba doen. Of kun je nog een keer dat treintje, weet dat treintje, ik zeg het net. Oh, die Colorado Adventure, die. Colorado Adventure, ja, inderdaad. Die van, en het ja, enige wat, wat je nog hoeft te doen vandaag is wachten voor de Crazy Bats. Die VR-achtbaan, die overigens ook fantastisch is. Oh, en het Taron. En dan voor de rest kun je rustig eten, kun je rustig lopen. En ja, dat vinden we altijd wel fijn. Dus daarom doen we dat altijd. En dat maakt eigenlijk gewoon een dagje proberen als je gewoon lekker makkelijk gewoon in zo'n, ja. Ik weet niet, loop je dan via de uitgang waarschijnlijk wel en dan ga je via de uitgang naar binnen. Mag je dan ook je eigen plaats kiezen of wijzen ze je een plek, zeg maar? Bij de attracties? Ja. Ja, je mag bij Black Mamba mag je niet kiezen, bij Colorado wel. Mouse Chocolat valt niet veel te kiezen. Ja, Winter's Face valt er ook niet heel veel te kiezen. Alleen Black Mamba wordt er gekozen volgens mij uit mijn hoofd. Oké, nu we toch inderdaad eigenlijk over Fantasialand zijn, ik hoorde inderdaad al over Crazy Bats praten. Wat vind jij eigenlijk van die toevoeging? Want ik moet eerlijk zeggen, toen ik er de vorige keer was, ik vind het een beetje, naar mijn mening, een beetje graag afgewerkt. Is dat niet je dilemma, vind je de toevoeging goed of slecht? Qua ervaring is het een hele leuke achtbaan met dat VR, dat is dan zeker beter dan een Temple of the Nighthawk, maar qua uitstraling met dat ene witte bord tegen die muur. En ja, ik weet niet, ik vind dat niet zo mooi afgewerkt of zo. Fantasialand zou zeker beter kunnen, naar mijn mening. Oké. En waar wil je nou naartoe in je dilemma? Wat vind je van die uitstraling daarvan? Nou ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb wel een leuk verhaaltje. Ik heb klaar. Die, hoe heette die achtbaan eerst ook alweer? Voordat Christian Bert was. Oh, dat Temple of the Nighthawk, ja. Die, ja, Temple of the Nighthawk. Ik vond dat zo verschrikkelijk, tot je omhoog gaat en je ziet allemaal vuilniszakken. Dan denk je net dat je thuis bent. Nou, thuis bent, tot je de prullenbak aan het legen bent. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik moet ook zeggen, ik ben heel eerlijk. Ik heb daar in die Temple of Nighthawk lekker een blikje cola gedronken. Ik vond dat echt bij far de slechtste en irritantste en vervelendste acme die ik heel mijn leven heb gedaan. Die vond ik echt, echt niet te taaien. Heb ik trouwens ook best lang voor gewacht, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat was het allerergste van de dag. Toen zijn we naar die Crazy Bats gegaan en dat vond ik een hele goede achtbaan. Althans, ja, ik ben niet zo van de VR. Maar ik vond het best wel, ik vond het beeld goed, ik vond het soepel, ik vond het goed meegaan. Je hebt natuurlijk wel een paar klachten die een beetje hapert. Maar daar heb ik niet zoveel last van gehad, eerlijk gezegd. Ik vond het,
Ja, ik vind dat een goede toevoeging. Ja. Ja, ja. Dat is het eigenlijk zeker wel. Maar, klopt. Beter dat het was. Dat sowieso. Tempo was altijd heel langdradig. En nu, omdat je een extra VR-experience hebt met al die beelden die je ziet, heb je ook op die optakeling bijvoorbeeld, heb je nog wat zeg je dat, beschouwen, weet je? We gaan nu een paar andere pretpark-dilemma's doen, maar we gaan er nou een beetje sneller doorheen. Dus het is gewoon en-en. En ik begin, Symbolica of Droomvlucht? Instantly Symbolica, sowieso. Ik ook, Symbolica. Oké, jij de volgende. Zo goed geteamd. Joris en de Draak of Baron? Baron, sowieso. Jij? Ja, echt waar? Ja. Ja, ik zou dan toch wel stiekem Joris en de Draak doen. Ik hou er wel van al die airtime en zo. Mm-hmm. Net zoals Troy. Oké. Okay. Vliegen de Hollander of de Piranha? Oeh, die is moeilijk. Nou, stiekem hè. Ik vind de Piranha wel echt veel leuker stiekem eigenlijk. Ja, ja. Ik vind die... Ja, nou zeg ik misschien iets heel ergs of zo. Maar ik vind die ervaring gewoon leuk als je in die bootjes zit. En dan zit je met die spanning van al dat water en die fonteinen en die waterval. Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja. Ja, dat vind ik ook leuk. Ik ga toch wel voor de Vliegende Hollander. Omdat in de Piranha word ik altijd gewoon zeiknat en dan heb ik echt de scheid heen klaar. Dus ik ga voor de Vliegende Hollander. Ja, zeker. Ik ben... Nou moet ik dat even vertellen. Ik ben toen 3 keer achter elkaar in Piranha geweest en ik ben niks nat geworden. Zo, had ik echt geluk. Nee, helemaal niks. Oké. Heb je een Gold Rush gedaan? Ja. Oké, dan heb ik hier een leuke voor jou. Ga je dan voor als triple launch coaster voor Gold Rush of voor Fury? Ja, het zijn beide best wel goede banen. Nou, daar ga ik je zo eerlijk over zeggen. Vertel. Die ga ik niet beantwoorden. Waarom niet? Omdat ik Fury alleen achteruit heb gedaan. En dat is een compleet andere beleving dan dat je hem vooruit doet. En Gold Rush kan alleen vooruit. Dus je kunt ze alleen beoordelen als je altijd vooruit hebt gedaan. Dus die ga ik even laten schieten, Jay. Ja, dat klopt. Dat snap ik wel. Maar was zeker met die persavond. Dat je dan... En ik vond Gold Rush echt een fantastisch goede achtbaan. Ik zou die... Klopt. Gewoon bij Vacht best wel slagharen heeft. Ik zou er niet voor 3 uur in de trein voor gaan zitten vanuit hier. Ik ben blij dat ik hem heb gedaan. Fury, best goed gethematiseerd, ziet er ook netjes uit. Maar ik ga daar niet op kiezen, want ik weet het gewoon echt niet, omdat ik Fury nog niet vooruit heb gedaan dit jaar. Of vorig jaar ook niet. Ja, oké, maar het zijn allebei wel intense banen, dat zeker. Ja, Boe, hier, ik word daar, weet je wel, je hebt me net al heel lang gezien op je beeldscherm samen met Jair. Hey, luister, voor vandaag is dit het, is het einde van de video. Maar helaas hebben Jair en ik altijd een afwijking dat wij best wel veel willen praten. Dus we zijn er niet klaar. Volgende week komt er een deel 2 met nog veel meer dilemma's die ik ga bespreken met Jair. Dus kijk dan zeker ook naar deel 2. Vriend, een blauw duim omhoog doen, dan abonneer op mijn kanaal en dan zie ik je volgende week weer bij deel 2. Doei doei!